Goedemiddag iedereen! Ja, nieuwe dag, nieuwe video. Vandaag gaan we dus tonen wat we allemaal gevonden hebben, wat Ambafarle gevonden heb. Wat ik allemaal gevonden heb op die retro gamebeurs in Tilburg. Ik heb in totaal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 titels gevonden. Het was eigenlijk echt goedkoop. De dvd's waren 5 dvd's voor 1 euro. En ik heb 1 blu-ray gevonden, een special edition. En die was wel 5 euro. Maar je zult zien, het is de moeite waard. Ik ga eerst de dvd's tonen. Ze waren allemaal wel in heel schone staat, wat ik dan het allemaal nieuwe waren. Maar het was blijkbaar van ja, iemand die zijn collectie stopzet en die alles verkocht. Dus geen enkel probleem, we gaan beginnen bij het begin, gelijk altijd. Hè. Dus de eerste film heb ik nog niet gezien, is met Jean-Claude Van Damme. Dat is Until Death. Is dat een goede film? Ik weet het niet, maar waarschijnlijk zal dat niet zijn beste film zijn. Maar ik ben toch blij dat ik hem heb, want ik wil wel zo al de Van Dammes verzamelen. Dus Until Death. Voilà. Dan de volgende film is verrassend ook met de Jean-Claude Van Damme. Dat is, ik denk, de derde. Universal Soldier, ik denk dat het de derde is, ik ben niet zeker. Universal Soldier Regeneration, voilà. Ook met Jean-Claude Van Damme en Dolph Lundgren. Lundgren of zoiets. Ja, voilà zie. Dus dat was echt 5 voor 1 euro. Dan de volgende film is een hele goeie film. Heb ik al een keer gezien. Is een horrorfilm. Blijkbaar waar gebeurt. Dat is The Strangers. Super goeie film, din. Dan de volgende film is met Arnold Schwarzenegger. Schwarzenegger. Dat is een komedie, Jingle All The Way. Blij dat ik die gevonden heb. Dan de volgende film is ook met Arnold Schwarzenegger. Schwarzenegger. En dat is ook een actiecomedie. Dat is Kindergarten Cop. Voilà, klassieker. Met de Arnold. Dan de volgende film is met Stallone. Ook een hele goede film. Dat is Daylight. Blij dat ik hem gevonden heb. Dan, de volgende film is juist, die heb ik wel 2 euro betaald. Dat was The Frighteners met Michael J. Fox. Maar dat was zo'n schoon doosje. Met, als je het opendoet, zaten er 3 discs in. Zo, 3 discs. Waarom, weet ik niet. Dat zal wel bonus disc zijn en weet ik veel allemaal wat erin zit. Maakt niet uit. Fantastisch, schoon doosje, het was 2 euro, maar het kost het echt niet laten liggen. Dus ja, ik ben blij dat ik die gevonden heb. Dan de volgende film is met Van Damme ook. Dat is Universal Soldier The Return, dat is de tweede. Heb ik vroeger nog in de cinema gezien. Dan de volgende is met Arnold Schwarzenegger, dat is, en met Danny DeVito. En dat is Twins, blij dat ik die ook gevonden heb. Dan de volgende film is met Arnold Schwarzenegger en Danny DeVito. Dat is Junior. Voilà, ook blij dat ik die gevonden heb. En dan de volgende is met Nicolas Cage en John Cusack. Dat is The Frozen Ground. Ik weet niet of dat een goeie is, ja of nee. Maar maakt niet uit, we gaan het wel zien. Dat was allemaal 5 voor 1 euro. Dus super goedkoop. Dan heb ik ook onze vriend Ed Retro Geekout tegengekomen. Is ook een YouTuber, heeft denk ik een 60.000 abonnees. Doet alles, hij maakt allemaal video's in verband met oude toys. Met ja, van de Turtles, G.I. Joe, Transformers, Star Wars, weet ik veel allemaal. Alles wat hij met oude toys te maken heeft. En we waren naar zijn kraam en hij heeft ons een gratis pakje stickers gegeven. Puffy stickers, dat zijn al heel oude stickers en dat zijn zo van die dikke. Dat je zo'n beetje in kunt doen. Hak ik dat ergens opplakken? Nee. Maar ik ga dat ook niet wegdoen. Want dat zijn al heel, heel oude stickers. En toch blij dat ik ze gekregen heb van de ad. Voilà. Dat was al de films dat ik gevonden heb op de gamebeurs. Het was alles is de moeite. 12 titels.
voor ja, eigenlijk een heel goedkoop prijsje. Oh nee, wacht, ik ben nog iets vergeten. Die een Blu-ray ben ik vergeten tonen. Dat ga ik nu een keer tonen, zie. Dat is 300. 300 Premium Collection. Heel schone editie. Kijk, zo. En nog een volledig boekje erbij met uitleg. En dan hier ook nog een keer twee discs. En ik denk met zo'n slipcover erbij. Voilà. Voor 5 euro. Ik denk niet dat dat veel geld is. Dat is echt een heel, heel schone editie. Ik heb hem nogthans al op Blu-ray. Maar ik kost echt niet. Het was zo schone. Ik kost dat niet laten liggen. Dus ja, 5 euro, 300. De Maxon film ook. Voilà. En dat zijn dus mijn 12 films dat ik gevonden heb op de Game Retro Gamebeurs. Was echt een super toffe beurs. Was op een. Op een ijspiste, waar dan ze dus ijsschaatsen, waar dan ze zo wedstrijden doen. En dat was de binnenkant van de schaatsbaan en de buitenkant van de schaatsbaan stond volledig vol. Maar dat was super groot, was echt, echt super tof. Ja, het was gewoon echt de max. Het was zelfs veel beter dan de dag ervoor Comic-Con. Ik vond het echt plezanter voor daar te lopen dan. Dan op Comic-Con. Volgend weekend is het in Kalken. De zaterdag is ook een toybeurs. En de zondag is ook een gamebeurs. Ik ga er ook naartoe gaan. Normaal ga ik de zaterdag gaan. De toybeurs. Misschien ga ik de zondag terug naar de gamebeurs. Maar dat is nog niet zeker. Maar zeker zaterdag. Daar ben ik 100% zeker mee. Want ik ga iemand anders meepakken. Een YouTuber. Die ook echt de max is. Wat ik vroeger al een keer wat video's mee gemaakt heb. Dus ik kijk er echt enorm naar uit voor hem mee te pakken. Of allez, ik ga mee rijden met hem. Dus ik moet tot in Brugge rijden. En dan gaat jij verder rijden naar Kalken. Dus ik kijk er enorm naar uit voor zaterdag. Misschien doe ik zelfs eerst nog een rommelmarktje. Misschien niet. Ik weet het niet. We hadden wel allemaal zien de mensen. Goed. Allemaal bedankt om te kijken. Like zeker deze video. Abonneer alsjeblieft op mijn kanaal. Je kunt mij ook volgen op Instagram. Blu-ray Daddy 82. En ik zou zeggen tot de volgende keer. Voor een nieuwe dag. Voor een nieuwe video. Wanneer dat gaat zijn. Wat weet ik veel. We gaan het allemaal zien. Ah ja. En niet vergeten. Salut.